je kunt je af, moet je afvragen waarom zitten we op een vogel en niet op een haas of een kip. Of, hè? Dus maar een vogel. Nou, dat heeft te maken met, het vindt ook altijd in het voorjaar plaats, Pinksteren. Hè? De Heilige Geest daalt naar de mensen af en wordt altijd weergegeven in de vorm van een vogel. Nou, het is ook een soort phoenix. Hij heeft de moeilijke wintermaanden doorstaan. Hij heeft dan kracht ingeboet. Hij wordt afgeschoten. En hij kan met een nieuwe kracht in de vorm van de koning, daar kunnen we ook nog even over hebben naderhand, kan hij weer verder. En ten teken dat de vruchtbaarheid in hem is overgegaan en hij zal ervoor zorgen dat het land vruchtbaar wordt en dat we in de herfst weer een goede oogst hebben. Sint-Hubertus, Ubaksberg. En ook daar had iemand de vogel afgeschoten.